Hebben we dan nog steeds? Ja, daar zit ook nog stoelen hoor. Er zijn echt nog stoelen. Op de voorste rij. Hallo, ik ben Jelly Tiemensma. Ik ben op dit moment samen met Marleen Wijnen zijn wij verantwoordelijk voor het traject rond de bibliotheken op school. Maar gelukkig doen wij dat niet alleen. Er zijn daar een hele hoop andere mensen bij betrokken. De bibliotheek op school, dat is de aanpak om te komen tot een meer structurele of een nog meer structurele relatie tussen bibliotheek, onderwijs en overheden. In dat kader worden een aantal diensten en producten aangeboden, zodat je die relatie ook verder vorm kunt geven. Dat begint natuurlijk met de strategieontwikkeling. En als je dat eenmaal op de rit hebt, nou, dan ben je eigenlijk al een heel erg end. Want dan heb je... Ja, je brengt me van me apropos, Joanne. Ja. Nou, tot bij de borrel, hè. Dan moet ik toch nog eens goed mee praten met Joanne. Maar dat begint met het werken aan die strategische relatie. En als je die relatie met elkaar op een goede manier vorm gaat geven, dan heb je daar natuurlijk ook een stuk concrete invulling voor nodig. Nou, dat zijn producten rond de pijlers, collecties, lezen en mediawijsheid. De afgelopen periode hebben we een aantal regionale bijeenkomsten gehad rond dat thema, georganiseerd door Kunst voor Lezen. Daarin is inhoudelijk al heel veel verteld over de bibliotheek op school, over wat dat allemaal vermag. En er zal de komende periode ook nog heel veel meer verteld worden. Maar vanmiddag willen we het vooral hebben over dat strategische stuk. Dus dat eerste stuk, hoe begin ik nou om die samenwerking verder vorm te geven? Kunst voor Lezen heeft daar al een hoop aan gedaan. Nou, die brochures kunnen jullie ook krijgen op de stand. Maar wij wouden in ieder geval dat onderdeel vanmiddag eens met elkaar gewoon in de praktijk brengen. Van hoe ga je dat nou doen? Vandaar deze masterclass. En het effect is, tenminste dat denken wij met elkaar, dat als jij die strategische relatie goed op orde hebt, dan kunnen kinderen niet alleen beter lezen en leren en geïnformeerd worden, maar heel praktisch, en dat is dan ook een van onze slogans, zullen ze als ze 15 minuten per dag vrij lezen, 1000 nieuwe woorden per jaar leren. De standbouwers die waren wat optimistischer, die hadden opgeschreven 1000 nieuwe woorden per dag. Het is heel jammer dat het effect niet zo groot is, want ik geloof dat we dan met elkaar miljoenen gingen verdienen om dat neer te zetten. Maar per jaar is ook al heel veel. Maar nogmaals, het begint met die strategie. En dat strategische element, daar gaan we vanmiddag mee deze masterclass doen. Dat gaan we niet alleen doen. Daar hebben wij iemand voor gevraagd waarvan wij denken en verwachten dat hij daar een hele goede bijdrage aan zal leveren. Dat is Siebe Dijkstra. Siebe is organisatieadviseur en psycholoog, dus pas op. Beide kanten zijn volledig aanwezig in zijn competentiematrix, zoals dat tegenwoordig geloof ik heet. Hij werkt voor Manhattan Consultancy en hij heeft, en dat is ook een van de redenen waarom we hem gevraagd hebben, ook veel ervaringen in de mediawereld. Ik ga hem nu de microfoon geven en hij heeft al een microfoon. Hij gaat met jullie aan de slag en ik wens jullie een hele leuke en inspirerende masterclass toe, waarbij we hopen dat eigenlijk iedereen daar ook een bijdrage aan gaat leveren. Veel succes. Dankjewel. Dat is mooi. Nou, deze masterclass die staat in teken van moeten, willen en kunnen veranderen. En het project Bibliotheek op School is eigenlijk daar wel een goed voorbeeld van. Nou, ik wil even iets vertellen over veranderen. Nou, veranderen, dat is iets wat we eigenlijk permanent doen. Je kunt je voorstellen, wij leven in een wereld die permanent in verandering is. Turbulent, zou je kunnen zeggen. En nou, dat betekent eigenlijk dat je als individu, maar ook als bedrijf, ook als organisatie, dat je eigenlijk voortdurend moet kijken van hoe kun je je verhouden tot een wereld die voortdurend in verandering is. Nou, sommige mensen die vinden dat zo lastig, die trekken zich terug en die trekken zich op zichzelf terug. Die gaan in hun eentje werken, zeg maar. Eigenlijk als een soort defensie ten opzichte van al die veranderingen. Maar er zijn natuurlijk ook zat mensen die gewoon proberen om gewoon daar een bijdrage aan te leveren. Om gewoon actief, zeg maar,
mee te veranderen, zich aan te passen, zeg maar, om nieuwe invullingen te vinden voor datgene wat de buitenwereld van je verwacht. Want als je dat niet doet, kun je, en dat geldt zeker voor bedrijven en organisaties, gaat de maatschappij gewoon andere oplossingen vinden en dan word je gewoon eigenlijk overbodig, zou je kunnen zeggen. Nou, en dan komen we natuurlijk in dit project terecht. De vraag is, hoe kun je nou eigenlijk als bibliotheek ervoor zorgen dat je, gewoon, dat je ook nog toegevoegde waarde kunt blijven leveren? En nou, dat kan een bibliotheek natuurlijk niet alleen. Dus binnen dit project moeten dus de bibliotheken, het onderwijs, overheid, moet elkaar gewoon vinden om zeg maar extra toegevoegde waarde te leveren. Nou, dat is natuurlijk niet alleen goed voor de bibliotheken, maar het is ook goed voor het onderwijs. En ik denk dat het ook goed is voor de overheid om voortdurend ook te kijken van hoe kan je nou je meerwaarde bewijzen. Nou, het gaat bij dit project niet om nieuwe dingen te bedenken, maar eigenlijk om zeg maar te bundelen, te koppelen datgene wat er eigenlijk al is. Dus het gaat om de koppen bij elkaar steken en eigenlijk zeg maar meerwaarde te creëren van de kennis die jullie en de middelen die eigenlijk al die verschillende partijen al in huis hebben. Nou, vanmiddag stel ik voor dat we met name ook gaan praten in termen van mogelijkheden en niet in termen van problemen. Dus dat houdt in dat we eigenlijk een dialoog gaan voeren in termen van alles kan, mits. In plaats van het kan niet, want. Ja. En dat gaan we dan samen doen. Nou, ik heb begrepen in mijn voorbereiding dat er een belangrijke noodzaak is om te netwerken op de drie verschillende niveaus, zoals ik dat in de stukken heb gelezen. Dat is op strategisch niveau, dus dan gaat het om doelen. Het gaat om visies, het gaat om ideeën, zeg maar. Het gaat om netwerken op tactisch niveau, dan gaat het over middelen, over condities. En te netwerken op operationeel niveau. En dan gaat het met name om uitvoering, om concrete projecten. En in deze masterclass gaat het met name om het netwerken op het strategische aspect. Zitten jullie allemaal hier nou goed, wat dat betreft? Dan, ja, dat moet ik wel even checken, hè, zo nu en dan. Binnen deze masterclass gaat het niet om de inhoud trouwens. Het gaat om, hoewel die natuurlijk wel van belang is, want netwerken zonder inhoud, dat is eigenlijk ook maar behelpen. Je moet namelijk wel iets te bieden hebben. Je moet wel een idee hebben. Je moet wel inhoud hebben, zeg maar. Maar verder gaat het bij netwerken met name ook om van, ja, hoe je, om de vorm, zeg maar, om het netwerken op zich, om het proces, zeg maar, van netwerken en hoe je dat nou praktisch aanpakt. Daar gaan we dus over praten. Nou, we zitten hier in een soort rondom tien setting. Dat is jullie misschien wel opgevallen. En we proberen eigenlijk het ook een beetje op die manier te doen. We hebben een aantal mensen uitgenodigd uit de praktijk om te vertellen over hun ervaringen. Erna Winters gevraagd. Erno de Groot. Toch? Jacqueline de Mug. Thijs Kuipers. Ja? En die zullen we wat vragen gaan stellen, maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat als andere mensen gewoon iets willen bijdragen vanuit hun ervaring, dat ook kan. En ook, dat wordt ook heel erg op prijs gesteld. Nou, aan het eind van deze masterclass, dat is ongeveer 14:15, hebben we nog een leuk item en dan gaan we een echte praktijksituatie organiseren hier. Maar hoe we dat doen, dat zullen jullie straks wel zien. Nou, in deze masterclass gaan we een paar onderwerpen behandelen. Netwerken als concept. Wat is nou eigenlijk netwerken en ook wat is het vooral niet? We gaan het even hebben over de netwerker. Dus zijn attitude, zijn gedrag. En we gaan het ook hebben over hoe pak je netwerken nou aan. Zowel methodisch als ook instrumenteel. Dus methodisch in de zin van planmatig. Instrumenteel in de zin van hoe doe je dingen nou concreet, zeg maar. En daarna sluiten we ook af met een aantal praktische tips. Oké. Vragen? Zijn er vragen? Nee? Okay. Nou, wat is nou netwerken? Netwerken is eigenlijk je sociaal verbinden met je sociaal verbinden om dingen te regelen. Om iets voor elkaar te krijgen. Het gaat eigenlijk om het koppelen van actoren met elkaar om iets te genereren, zeg maar. Dus je hebt te maken met enerzijds dat sociale aspect, hoe verhoud je tot de ander, zorgen dat je dus ook contact maakt, dat je relatie legt, zeg maar.
Aan de andere kant, er is ook inhoud. Dus het gaat ook ergens over. Want netwerken zonder inhoud is eigenlijk wel sociaal aanwezig. En dan is meer een gezelschapsspel, zeg maar. Maar netwerken heeft alles te maken met ook het genereren van inhoud. Dus dat betekent dat je ook wel een duidelijk... Je moet iets te bieden hebben. Je moet een duidelijk beeld hebben van... Met welk doel wil ik hier eigenlijk netwerken? Wat kom ik hier halen? En wat kom ik hier brengen? Want ik weet niet of het jullie opgevallen is, maar... Je komt soms op percepties en zo. En dan zitten mensen gewoon tegen je aan te praten. En dan denk je, jij komt alleen maar iets halen. Maar wat heb je nou eigenlijk te bieden? En je merkt dan ook dat als dat te veel gebeurt, dan haak je ook af. En dan ben je ook niet meer geïnteresseerd en zo. Dus het gaat eigenlijk om, op een prettige manier, je verhouden met andere mensen. Maar wel iets te bieden hebben. Dus je moet wel een idee hebben. Je moet een product hebben. Je moet een dienst hebben. Je moet wel iets toevoegen, zeg maar. En het is ook belangrijk dat als je begint met netwerken, dat je dat ook goed voorneemt. Dat je daar een duidelijk idee over hebt. In plaats van, om 4 uur moet ik even ergens zijn, ik loop er even naartoe en kijk wel even hoe het gaat of zo. Nou, dat in de regel werkt dat gewoon niet goed. Ja? Dus eigenlijk komt het erop neer bij dat je bij netwerken 3 belangrijke dingen moet doen. Ten eerste, je moet jezelf zichtbaar maken. Dus je moet zorgen dat je aanwezig bent en dat mensen je ook als zodanig zien. Punt 2 is, je moet vertrouwen opbouwen en je moet vertrouwen ook uitbouwen. Dus zodat je netwerk ook groter wordt, zeg maar. En in 3e plaats is het belangrijk dat je ook je winst pakt. Dus het is ook belangrijk dat je zowel sociaal als inhoudelijk, dat je ook zorgt dat je ook rendement gaat zien van je inspanningen. Nou, wat is netwerken nou niet? Dat is cocktailparties en internetten, clubjes, van die elitaire clubjes, weet je wel. Van, was leuk om elkaar weer te zien en zo. Hè? Chit-chatten over allerlei dingen. Netwerken is ook zo nu en dan eens ergens naartoe gaan. Het er een beetje bij doen. En netwerken is ook niet makkelijk. Dus het is ook iets van waar je op toe moet leggen en wat veel inspanning kost. En het is vaak niet gemakkelijk, omdat je ook heel vaak te maken krijgt met teleurstellingen. Dus je moet ook wel durven verliezen, zeg maar. Misschien is het nu wel even tijd om te kijken of we ook wat vragen kunnen stellen over of die 3 aspecten, hè, van dus je zichtbaar maken, vertrouwen opbouwen en je rendement pakken, hoe dat in de praktijk ook, of jullie daar ervaring mee hebben. En of je dat ook zo ziet. Wil jij er iets over zeggen, Anna? Anna Winters, directeur Bibliotheek Kennemerwaard. Dat is Alkmaar en omstreken, kort door de bocht. Wij zijn, denk ik, 1,5 jaar geleden begonnen. Het is toeval dat wij naast elkaar zitten. Maar Hanneke Idemaars, mijn sectormanager publieksdiensten, en ik hebben samen gezegd van, we moeten veel structureler de boer op. Richting politiek een lobbyplan maken, maar ook richting scholen en andere instellingen. En daar zijn we stapsgewijs mee bezig. We hebben een meerjaren beleidsplan geschreven en hebben een flink aantal ambities in opgeschreven. Maar ja, wil je die ambities ook een beetje waar kunnen maken, moet je ook wel gewoon zorgen dat andere mensen dat ook weten. Nou, wat wij onder andere gedaan hebben is contacten leggen met basisonderwijzen in ons werkgebied, dat zijn we stapsgewijs aan het doen. En met het voortgezet onderwijs. Dus, met basisonderwijs was vooral het idee, de dienstverlening die wij altijd voor niks hebben gedaan, of voor nagenoeg voor niks, dat gaat veranderen. Maar wij willen wel heel graag met jullie blijvend samenwerken. Maar dan moeten we wel weten wat jullie nou eigenlijk willen. En wat jullie er ook voor over zouden hebben. Nou, dat waren hele moeizame gesprekken. En dat heeft ons tot nu toe, vind ik, nog onvoldoende opgeleverd. En we hebben daar elke keer met die schooldirecties gesproken van, nou, wat is nou jullie visie op het onderwijs? En waar liggen bij jullie vraagstukken in het onderwijs? En gevraagd van, hoe gaan jullie om met mediawijsheid, met zoekvaardigheden? Gewoon eerst gewoon gevraagd van, waar zijn jullie mee bezig? Waar liggen jullie problemen? En dan vraag van, nou, en zien jullie ook een rol voor de bibliotheek? Dat vrij opengebracht.
Ja, en dat leverde wel op dat men wel zag van nou, de bibliotheek heeft wel iets te bieden voor ons, maar wij zijn absoluut niet bereid om daarvoor te betalen. Niet meer dan wat we nu doen en wat ze bij ons nu krijgen is een groot abonnement voor €55 of zo. Nou, dat was ongeveer de limit. Ik zeg, nou, precies, we zijn blijven hangen in twee. Ja, dus dat was echt dat was teleurstellend. En had dat alleen met geld te maken, denk je? Of? Dat vertrouwen hebben we echt gekregen. Ja. Dat kunnen we ook merken. Dat vertrouwen hebben we gekregen, maar misschien willen we ook te hard. Willen we inderdaad sneller die winst pakken. En is het inderdaad een kwestie van langere adem? Dus we gaan nog wel een herhalingsrondje doen. En met het voortgezet onderwijs zijn we nu ook in gesprek. En daar hebben we dus ook heel erg gevraagd naar de visie op het onderwijs. Nou, dan moet ik zeggen daar krijg je bij de meeste scholen ook veel vertrouwen. Maar daar zijn ook echt een aantal scholen die nu gelijk zeiden, oh, en met die internetvaardigheden, wat goed. En leesvaardigheid, oh, wat goed. En wij willen graag verder met jullie praten. Dus daar kwam ook veel meer positieve energie uit. Dus dat basisonderwijs, dat zit ook wel op een ander niveau te praten, strategisch gezien ook, dan het voortgezet onderwijs. Oké, dankjewel. Thijs, wil je er ook iets over zeggen? Ja, wij zijn vooral geen geld gaan vragen van het basisonderwijs. Wat wilde ik hebben van het basisonderwijs? 65 basisscholen bij ons in de regio waar wij bibliotheek op school gaan implementeren de komende jaren. Steun. Ik wil steun hebben van het basisonderwijs. Steun in het gesprek met de gemeente. We hebben ook niet de vraag gesteld van hoe kunnen wij geld krijgen van het basisonderwijs om de bibliotheek dienstverlening in stand te houden. Of uit te breiden richting basisonderwijs. Nee, hoe kunnen wij, de bibliotheek is maar een middel, hoe kunnen wij vrijlezen van de jeugd blijven stimuleren? En ik wilde de steun van het basisonderwijs om dat politieker door te krijgen. En in ruil daarvoor geven wij bibliotheek op school als concept, leveren wij aan de basisschool, zodat de basisschool een sterker speler wordt in die brede schoolontwikkeling. Dat is een mierennest van allemaal partijen die met elkaar willen samenwerken. En dat wordt één groot gedrocht in de meeste plaatsen. Van allemaal partijen die met elkaar lopen samen te werken en samen te werken en samen te werken. En dat kost ontzettend veel energie. De basisschool moet daar de leiding pakken en moet gewoon de condities bepalen. En wat wij hebben gedaan is, wij leveren aan jullie, zeg maar hoe je het wil hebben. We willen ook wel wat geld hebben, maar dat is echt puur bijzaak in ons geval. Hoor ik je ook zeggen, van hier ging het ook over geld, hè? Ja. Bij jullie ging het niet over geld, maar ging het over steun, hoor ik je zeggen. Ja, in feite hebben we geld genoeg. Ik bedoel, we gaan een heleboel vestigingen sluiten. We gaan dingen overhevelen naar het basisonderwijs. Maar als ik zie hoe armoedig het basisonderwijs erbij ligt, en dan kom ik terug in onze bibliotheek waar bibliothecarissen met iPads rondlopen, dan denk ik, we moeten niet te veel zeggen dat wij er geld bij moeten hebben. Dan vind ik eerst de vraag opportun hoe we de dingen anders gaan organiseren. Ja. En ik denk zelfs dat op langere termijn dat de jeugdleesvoorziening een taak van het basisonderwijs gaat worden. Dus de vraag is niet hoe gaan we nu geld van A naar B dragen. Nee, hoe gaan we het organiseren met elkaar? Ja, duidelijk. Ja. Enno? Enno de Groot van de bibliotheek in Eemland. Met als grootste stad daar in Amersfoort. Een aantal gemeenten in de omgeving daarvan. Voor ons is het veel meer vanuit urgentie geboren. Althans waar het gaat over netwerkvorming met het onderwijs. En dan met name met het primair onderwijs. De urgentie lag er toch vanuit een bezuinigingsopdracht die er zwaar intikte bij ons, rond de 20%. En dan ga je inderdaad kijken van wat kan ik doen als ik aan de ene kant dienstverlening moet afbouwen. En toch voor belangrijke doelgroepen die ook in ons strategisch plan staan. Om daar wel inhoud voor overeind te houden. En dan ben ik overigens zeer overtuigd dat je een heel inhoudelijk sterk argument moet hebben om die gesprekken aan te kunnen gaan. Dus in die zin was kunst van lezen en dat wat er landelijk ontwikkeld is, is voor ons een enorme steun in de rug geweest om dat inhoudelijke verhaal te kunnen gaan inbrengen, zeg maar, in die, wat wij hebben genoemd, strategische alliantie die wij met het onderwijs wilden gaan sluiten. Die keuze hebben wij op basis van inhoudelijke overwegingen gemaakt. Als er wijkvestigingen sluiten en je wil een primaire doelgroep, de leren lezende hebben wij ze genoemd, de 0 tot 13-jarigen, maar ook groepen in de bevolking die moeite hebben om aan te haken bij een leescultuur of leestraditie.
Ja, dan zal je dat op een andere manier moeten vormgeven. Op dat moment is die landelijke ontwikkeling van kunst van lezen ontstaan eigenlijk. Die was al in ontwikkeling. En daarmee hebben wij met focusgroepen vanuit het onderwijs wij gesproken over van dit is het inhoudelijk pakket. En op welke wijze sluit dat aan bij de behoeften die op dit moment bij het primair onderwijs leeft. En vanuit die focusgroepen is een heleboel losgekomen. En dan zat je eigenlijk wat jij net noemde op het tactische niveau. Dat waren eigenlijk met name de directies met wie wij gesproken hebben. Die ook voor een deel konden afwegen van moet dat nou over geld gaan, middelen. Die keken ook toch echt wel in belangrijke mate vanuit de inhoud van het programma. En vervolgens hebben we dat doorgezet naar wat ze in Amersfoort het LOPO noemen. Het bestuurlijk overleg van het onderwijs. In de driehoek met de wethouder, de ambtenaren van onderwijs van de gemeente en dat bestuurlijk overleg vanuit het onderwijs. En daarmee is in feite bevestigd wat we in de focusgroep inhoudelijk al met elkaar besproken hadden, om dat ook in een strategie voor de stad vast te leggen. En dat heeft uiteindelijk geleid tot het resultaat waar we nu staan, dat we inderdaad met steun vanuit de gemeente, met een investering, met de eerste 16 schoolbibliotheken in de gemeente Amersfoort kunnen beginnen. En waar bestaat precies jullie vertrouwensbasis uit? Die vertrouwensbasis die is eigenlijk tweeledig, denk ik. De bibliotheek werd altijd al gezien als een belangrijke speler op het gebied van lezen, van jeugdliteratuur, de kennis daaromheen. We onderschatten nog wel eens, denk ik, de waardering die er vanuit de scholen wel degelijk is voor datgene wat de bibliotheek vanuit zijn traditionele functies altijd al gedaan heeft. In die zin zat daar al heel veel vertrouwen als de bibliotheek met een koerswijziging komt. Ja, er was een basis eigenlijk. Daar was eigenlijk al een basis gelegd. En die basis die ligt heel erg nog vanuit het operationele. De medewerkers en de mensen van de jeugdbibliotheek die daar altijd relaties hebben opgebouwd. Wat wij nog wel eens verwaarloosd hebben in het verleden, is om met andere sectoren dan met cultuur, bijvoorbeeld met het onderwijs, juist ook die strategische component en dat netwerk in te vullen. Je kent elkaar soms wel, maar we laten soms wel eens werkgebieden die buiten de cultuursector liggen, laten we wel eens braak liggen om daar ook ons op te richten als we bezig zijn met netwerkontwikkeling. Ja. En nu deze relatie met het onderwijs zich heeft gemanifesteerd en uitgekristalliseerd, zie ik daarin eigenlijk ook mogelijkheden om bijvoorbeeld naar aanpalende, of bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Ja, hoe positioneer je vanuit de bibliotheek op bepaalde takken van dienstverlening, bijvoorbeeld met het bedrijfsleven, hoe ga je daar de relatie mee aan? Het is volgens mij heel zinvol om, vooral buiten je netwerk bouw je vaak op binnen een relatief toch nog klein aandachtsgebied en verbreed dat vooral naar andere werkgebieden. Ja, duidelijk. Jacqueline, wil je ook iets vertellen? Dat was ik. Makkelijk, ja. Je bent al heel ver in elk geval. Je hebt het geld al binnen. Ja, zover is het bij ons nog niet. Waar zitten jullie? Ja, dat zal ik even zeggen. Mm-hmm. Ik ben directeur van de bibliotheek Hoge Zandsappermeer in Slochteren. Mijn educatiespecialist zit overigens achter me, die ook een hele prominente rol vervult in het hele netwerk. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Onze ervaring is eigenlijk, de best practice die we hebben gehad met het voortgezet onderwijs was eigenlijk een beetje het voorbeeld van hoe we dat ook met het basisonderwijs willen gaan inzetten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je eerst gezamenlijk als team heel goed weet waar je naartoe wilt en wat de taak en de rol is van de bibliotheek in het geheel. En dan ook kijkt wie is waar sterk in en wie zou welke taak op zich kunnen nemen. Dus een beetje die planmatige aanpak die jij ook hebt. Ja. Dat hebben we van tevoren wel besproken. Zo van wie benaderen we nou eerst en hoe gaan we dit nu aanpakken? Heel belangrijk is natuurlijk daarbij de politiek. Anneke en ik zijn beide met z'n tweeën in een gesprek aangegaan met twee wethouders. Eén van onderwijs en één van cultuur over dit onderwerp. Dat is al geruime tijd geleden, dus we zagen dit al aankomen. Dus we zijn al even bezig geweest. En vervolgens hebben we gedacht, en hoe nu? Toen hebben we toch gedacht, de belangrijkste partners in dit geheel zijn toch de directeuren van de basisscholen. Dus het zijn er 19 in de gemeente Hoge Zand in elk geval. En we hebben geprobeerd aan te sluiten bij, want het is ook weer een beetje het verplaatsen. Als je het netwerken bent, denk je ook van hoe maak ik het de ander makkelijk. Hè? Dat je niet weer een heel dagdeel bij elkaar moet komen of weer een onderwerp. Wat ook weer erg belangrijk is en dat in deze tijd. Dus we zochten aansluiting bij alle overleggen die er al zijn. Het lokaal onderwijsberaad, iets dergelijks zoals bij jou ook bestaat. Is er voor het openbaar onderwijs, voor het bijzonder onderwijs is dat er niet. Maar we hebben wel voor elkaar gekregen dat bijzonder onderwijs, de directie daarvan, ook uitgenodigd werd als thema bij zo'n lokaal onderwijsberaad. Dus dat was een hele mooie praktische aanpak.
En vervolgens hebben we gevraagd of we ook alle voor- en vroegschoolsinstellingen bij uit mochten nodigen en het voortgezet onderwijs. Om het gewoon wat breder te trekken, ook die lijn wat breder te trekken. En toen hebben we, ja, gelukkig was Kunst van Lezen, daar hebben we, meneer Broekhoff en Astrid van Dam uitgenodigd. Om daar een verhaal te vertellen, waarbij we natuurlijk wel al een beetje verwachten dat het verhaal over meten is weten ontzettend goed zal vallen bij het onderwijs. En heel goed aansluit bij wat hun op dit moment bezighoudt. En dat is natuurlijk het speerpunt taal. Dat is voor ons natuurlijk allemaal gesneden koek, maar voor hun toch nog niet goed tussen de oren. Ja. Dus de strategie is eigenlijk van, zorg nou eerst dat je een gezamenlijke visie hebt op inhoud. En hebben het dan nog niet over hoe gaan we dat dan organiseren en wat kost het dan. Want dan kom je heel snel in een valkuil van, oh wat kost dat, oh, het is toch te duur en nou niet haalbaar, laat me zitten. Eerst over belangen praten eigenlijk. Precies. Ja. Nu hebben we een hele succesvolle ochtend gehad, Anneke. Iedereen was ook aanwezig. Ja, echt waar. Inclusief de directies van het voortgezet onderwijs waren ook aanwezig. En het was een hele informatieve bijeenkomst. En gelijk kwam natuurlijk die vraag op tafel van, en wat gaat het nu kosten en hoe gaan we nu verder? Ze zeggen, nou laten we die vraag toch nog maar even parkeren. Er komt eerst een regionale conferentie in Groningen. De politiek moet daar natuurlijk ook nog iets van vinden. We moeten nog met de wethouders verder praten. Dus zo langzamerhand bouwen we eigenlijk dat breder, dat visieverhaal op. En bekijken we eigenlijk per stap hoe we dat het beste kunnen inzetten. De vervolgstappen nu zijn dat we volgende week gesprekken hebben met de beleidsambtenaren voor cultuur en voor onderwijs. Die zijn natuurlijk ook al wel op de hoogte. En ook een gesprek met de wethouder van onderwijs en cultuur, omdat die toch niet helemaal op één lijn zitten. Dus het is toch zaak dat ze elkaar niet gaan tegenwerken, want dat kan ook heel goed en dan gaat het nog onderuit. Nou, vervolgens zal het denk ik uiteindelijk resulteren dat er waarschijnlijk één pilotbibliotheek gekozen wordt van waaruit we best praktisch gaan doen. Tussendoor komt wel, en dat kwam heel mooi uit, konden we aansluiten met een aantal scholen in Hogezand om die monitor als pilot te gaan doen. Nou, daar hebben zich veel scholen voor aangemeld en we krijgen nu ook veel mailtjes binnen van scholen die zeggen, god, mogen we ook alvast meedoen. Dus er komt gelijk heel veel op je af. Dus kunst is ook wel om het netwerken ook dusdanig te organiseren dat je het ook in je organisatie kunt behappen. Dus dat je het ook stapsgewijs kunt uitzetten. Ja. Want stel je voor dat ze allemaal tegelijk willen, dat kunnen we niet eens aan. Ja. Dus daar moet je gewoon ook over nadenken. En vooral ook intern in je team afstemmen van wie doet dan wat en wie kan de boodschap overbrengen. Ja. En belangrijk is dat je het zelf goed tussen de oren hebt en dat je het zelf simpel en duidelijk kunt vertellen. En ja, het vertrouwen is er denk ik wel, omdat we natuurlijk op basis van andere projecten en samenwerking, wat jij ook al zei, veel goodwill hebben opgebouwd. Dus meestal komen we na wat we beloven en dat hopen we met dit ook. Ja, eigenlijk als laatste zei je ook van ja, je kunt je winst wel pakken, maar die moet je eerst ook wel met je achterban organiseren, dat je die ook echt kunt realiseren. Ja, precies. Van, anders loop je te veel voor de troepen uit. Ga je niet waarmaken wat je belooft en vervolgens verlies je vertrouwen en dan zijn we weer terugbaaf. Dan komt het eigenlijk op neer. Hè? En het belangrijkste is denk ik ook dat je goed heel duidelijk uitlegt wat nou die taak is van de bibliotheek daarin, die rol van de bibliotheek. Ja. Ja. Want daarover wordt heel verschillend gedacht en voordat je het weet breid je zo uit, omdat je best wel vraaggericht wil werken, je wilt luisteren, wil kijken wat er allemaal mogelijk is. Dus je moet goed je koers uitzetten, want anders dan, je kunt je energie maar één keer besteden. Ja, oké. Dat is mijn verhaal. Ja, dankjewel. Zijn er ook ervaringen bij jullie, niet zozeer de mensen die nu gehoord hebben, maar anderen, dat je zegt, nou, wij zijn wel bezig geweest met projecten. We hebben ons wel zichtbaar gemaakt, we hebben wel geprobeerd om vertrouwen op te bouwen. En we wilden wel onze winst pakken, maar helaas, niet gelukt. Kan iemand daar iets over zeggen? Ja? Jacqueline kan er nog wel iets over zeggen. Nog iemand anders? Bijvoorbeeld. Okay. Het klinkt allemaal zo positief als ik het net vertelde. Dat is het natuurlijk ook. Maar je kunt er ook wel eens een stap in vergeten. Wat bijvoorbeeld bij de pilot van Boekstart, toen we daarmee begonnen in Hogezand. En toen was het nog helemaal in het beginstadium. Toen mochten we pilot worden, maar het moest allemaal heel snel besloten worden. En daar was de verantwoordelijk wethouder ook wel mee eens. En ook zelfs de beleidsambtenaar. Dus ik dacht, ik ben keurig ingedekt. En dat was dus wel een tactische fout. Want het was nog niet formeel goedgekeurd door de college. Oh ja.
En vervolgens, dan heb je door de verkeerde weg te bewandelen, gaat het helemaal tegen je werken. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, maar je moet niet weten hoeveel tijd dat gekost heeft. Ja, je moet dus heel goed weten hoe het bij de doelgroep werkt, hè? Ja. En hoe het niet werkt. Ja, ja, ja. Ja. Oké, nog iemand? Geert Koenen, Jong Bibliotheek Heerlen. Ik mis een beetje in het verhaal de koepelorganisatie, het bestuur van die scholen. In Heerlen hebben we met de twee schoolbesturen, Innovo en Movare, eigenlijk 90% van de scholen bereikt in ons werkgebied. En als je met zo'n intentieovereenkomst richting de directeur, die de belangrijkste rol speelt, kunt gaan, dan helpt dat. Dat is in ieder geval wat wij geleerd hebben. Ja. Dus eigenlijk zeg je van de belangrijke actoren, zeg maar, die daar een rol spelen, die moet je niet overslaan. Dat zeg je eigenlijk, hè? Ja. Oké, nog iemand? Henna. Toen wij starten met dat netwerken, daarvoor kregen wij van een grote scholengemeenschap van basisonderwijs in ons werkgebied, kregen wij de vraag, want wij willen heel graag structureel aandacht aan lezen kunnen besteden op onze scholen. Maar dit was een scholengemeenschap van wie het werkgebied zich verder uitstrekte dan alleen Kennemerwaard. Dus er waren ook nog omliggende gemeenten en dus omliggende bibliotheken bij betrokken. En die directeur van die scholengemeenschap die zei tegen mij, moet je horen, ik wil één prijsafspraak voor al die bibliotheken. En daar ging het dus mis. Ik kreeg dat gewoon niet voor elkaar bij mijn collega's. Ik moest terug naar die directeur en zei, het spijt me, wij zijn allemaal lokaal gefinancierd en iedereen hanteert andere prijzen en het gaat niet lukken. En ik heb dat dus echt als een blamage ervaren, omdat ik dacht, ja, weet je, wij willen wel en ik denk dat die andere bibliotheek ook allemaal wel willen. Maar toch komt het dan ineens niet meer op het belang van die klant aan, maar om je eigen lokale belang als bibliotheek. Ja, en daar moet je wel met elkaar eerst als directeuren. Dus die vraag van die scholengemeenschap, die kwam veel te vroeg voor de samenwerking in de regio. Ja, 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 duidelijk. Ja. Oké. Nog? Zou je iets willen zeggen? Nee. Oh, ik? Ja. ja. Nou, in... Een algemene tip. De Schouwburg Almere heeft een interim manager. En die heeft de gewoonte om bij dit soort bijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten, om een felgekleurd rood jasje aan te doen. Dan valt hij op. Ja. En voor een interim manager, dat is natuurlijk begrijpelijk voor een interim manager, want die moet in een hele korte tijd een heleboel contacten opdoen. En ik ga het niet doen hoor, maar het, misschien als je binnenkort een nieuwe baan hebt, dan kan het handig zijn. Nou, wij zitten in Almere heel erg in op het bovenschoolsniveau. Dus wij proberen een deal te maken met het bestuur van het openbaar onderwijs. Waarbij je wel moet realiseren dat vrijheid van die scholen heel erg hoog in het vaandel staat. Dus dat zo'n bovenschools orgaan heel erg terughoudend is om echt bindende afspraken te maken voor scholen. Ja, ja. Dat spel laat ik graag bij hun, maar daar moet je wel heel erg rekening mee houden. Wat heel erg meehelpt is als je, zoals wij in Almere, al heel lang hele goede contact hebt met onderwijs. En dat je daar diensten aan verleent. Waarbij natuurlijk met een heleboel scholen het heel goed gaat en met een heleboel scholen het heel slecht gaat, heel moeizaam gaat. Die contacten bedoel je? Of, nee, met de scholen gaat het slecht, of met de contacten? Nee, met in de die contacten. Er zijn ook scholen die zeggen, nou, daar heb ik geen belangstelling voor. En er zijn scholen die nemen alles af. Ja. En dat is altijd een beetje lastig om... ik zeg altijd, wij zijn niet het primaire proces voor zo'n school. Dus je kunt ons ook een beetje vergelijken met de leverancier van kopieermachines. En wat je niet wil, is dat de leverancier van kopieermachines zelf nou zegt, u moet dit doen. Dat willen ze niet horen, maar ze willen ook niet horen, zeg maar wat u wil. Dus je moet vraaggerichtheid inbouwen en je professionaliteit. Ja, duidelijk. Wat helpt is goede voorbeelden. We hebben een heel goed voorbeeld met een school voor voortgezet onderwijs. En als dat heeft Frans nog georganiseerd. Die hebben een aansluiting op ons bestand, op onze catalogus. Die hebben kunnen bij ons aanvragen en bestellen. Wordt dagelijks, ontzettend verwende nesten die leerlingen, maar dagelijks komt er een autootje om die boeken te brengen. En dat is dan een voorbeeld, dat werkt goed. Ze betalen daar gewoon voor. En dan zien andere scholen die zien dat en die willen dat ook.
Oh ja. Wat ook een goed voorbeeld is, is het Kunst van Lezen project op één school. Hè? Het Spectrum in Almere, dat willen andere scholen dan ook. Ja, ze gebruiken elkaar als referentie. Ja, ik vind waar we dan wel last van hebben is dat we geen prijs kunnen noemen. Ja. Dat zeggen, het is een heel mooi project, maar het zit nu op 45, 55 euro per leerling. Ja, dat kun je natuurlijk niet doen. En laat ik die boodschap ook maar afgeven. Ik vind dat wij te vaak beginnen met projecten heel mooi te ontwikkelen. En dan is het op ente, nou ja, een Mercedes of misschien wel een Rolls Royce. En je moet beginnen met, nou laten we nou eens proberen om een polootje te maken. Of een Golf. Ik beledig hopelijk niemand. Maar dat je een beeld hebt van welke waarde je wilt leveren en welke waarde je wilt terug. En is realiseerbaar. Ja, dus je moet, je moet toch beginnen met de business case. En die business case ga je beproeven. En je gaat niet beproeven wat willen ze allemaal hebben. Want ja, dat is eindeloos. Ja, duidelijk. Dus, NO, ja. Toch nog even, in ieder geval in de relatie met de scholen, nog even één aanvulling of opmerking daarover maken. Chris noemt dat je eigenlijk in een soort leveranciersrelatie zit met het onderwijs. Wat mij juist erg bezig gehouden heeft nu met Kunst van Lezen introduceren binnen de scholen, is dat je eigenlijk veel meer een partnership aangaat. En dat we veel meer dan voorheen leverancier van eigenlijk losse projecten en delen ervan. En dat je eigenlijk probeert om nu vanuit dat partnership onderdeel te worden van het curriculum van de school. En inhoudelijk via de leesconsulenten en de leescoördinatoren echt fundamenteel deel uit te gaan maken van het schoolprogramma. Dat verandert je status als externe partij. Dat verandert je status van inderdaad meer een leveranciersbenadering naar een inhoudelijke partner. En ik denk dat daar voor een deel de toekomst ligt voor deze ontwikkeling. Ja, duidelijk. Oké. Dank jullie wel. Ik wil even een stapje verder. Sorry. Oh, sorry. Neem me niet kwalijk. Mijn naam is Annemarie van Essen. Ik werk voor het Overijssels Netwerk van Bibliotheken. Ik heb even goed opgelet. Er waren drie dingen van belang binnen strategisch netwerk. Zichtbaar maken, vertrouwen op en uitbouwen van relaties en rendement pakken. En volgens mij gaan al deze dingen niet om de inhoud. En gaat dit om de relatie die je met elkaar moet maken en dat je vertrouwen opbouwt in elkaar en dat ze je durven te bevragen wanneer het nodig is, omdat je zichtbaar bent. En wat mij opvalt en wat ik wel vergat toen ik daarmee begon, is dat het rendement pakken soms heel veel tijd nodig heeft. En dat het niet iets is van ik begin nu en ik heb morgen resultaat. Maar om een onderdeel van een echt netwerk te worden en dat uit te bouwen, en dan heb ik het over wanneer dat nog niet voldoende is, dan moet je daar gewoon tijd in investeren. En ook een aantal mensen vragen om dat samen met je te doen. Want wat aandacht krijgt, dat groeit. Wat je geen aandacht geeft, zal zeker niet gaan groeien. Of met geluk, maar niet omdat je dat zelf aandacht hebt gegeven. Neem de tijd. Ja, neem de tijd. Chris. Nou, bij bibliothecarissen hebben het altijd over leesplezier. En ik ben er wel achter gekomen dat scholen dat niet zo heel veel interesseert. Er is nu veel meer aandacht in het curriculum voor lezen, schrijven, rekenen. Lezen, schrijven. Hè? Lezen, schrijven en taal. Kan. En daar gaat het om. En je moet dus ook zoeken van wat is voor die scholen belangrijk. En leesplezier, daar gaat het lang niet. Dat helpt wel. Maar dan zie ik de blikken vaak afdwalen als wij dat woord noemen. Het gaat om kilometers maken. Het gaat om training. Het gaat om daar gaat het om. Dus je moet Hollands, aansluiten op de doelstellingen van het onderwijs. En profiteer er nu van dat het om lezen en schrijven gaat. Ja. Dat is wel zo, Chris. En tegelijkertijd, ook dat kun je bij een directeur of een leraar van het onderwijs heel goed uitleggen. Kilometers maken kinderen alleen maar als ze het leuk vinden. Stelling. Ja, nee, daar ben ik met je eens. Maar ja, jullie zijn het eens, hè? Dat is mij ook duidelijk. Ja. Nou, dat is ook wel vrij uniek. Laten we daar dan maar vanuit gaan. Misschien is het wel leuk om in dat kader nog even het voorbeeld, ik zie haar nu niet zitten, van de Achterhoekse Poort te horen, hoe ze het daar hebben aangepakt. Iris zit achterin. Ja, hier ben ik. Hoi. Misschien wil je heel even kort vertellen, want ik heb het vorige week voor het eerst gehoord, maar hoe jullie dat hebben opgepakt de afgelopen periode. Ik zal zo kort mogelijk toelichten wat we hebben gedaan. Zat die aan? Ja.
Ik ben Iris Meuleman, onderwijskundige. En ik werk bij Achterhoek Support als adviseur op dit moment. Namens Biblioservice Gelderland. En wat wij gedaan hebben is gekeken naar het onderwijs. Naar de kerndoelenagenda die zij hanteren. En die kan per school verschillen. En dat als basis te nemen en daar bovenop de doelen van de bibliotheek te leggen om een gezamenlijk plan op te stellen. Want wat me wel opviel, zo net werd genoemd van als bibliotheek ben je niet het primaire proces van het onderwijs. Maar ik vind dat je dat juist wel moet proberen te zijn. Want anders blijf je een leuk lesje aanbieden naast het onderwijs dat de docent aanbiedt. En je moet eigenlijk kunnen te bewerkstelligen dat je echt in alle lessen aanwezig bent als partner. En dat doen wij dus door zoveel mogelijk die kerndoelen op te nemen en in te brengen in het aanbod wat je als bibliotheek gebruikt. Duidelijk, ja. Oké. Goed. Dat was het even, ja? Oké. Ik wil even hierop aanvullen. Ik ben Agnes Vermond, Voortstichting Lezen. Op leesplan.nl, dat is misschien een leuk hulpmiddel, daar zijn alle kerndoelen van basisonderwijs en de eindtermen van het voortgezet onderwijs gekoppeld aan leesbevorderingsdoelen. Dus het is heel goed als voorbereiding voordat je naar een school gaat om dat even door te nemen en te kijken hoe dat in elkaar steekt. Het is ook voor het onderwijs heel handig om zelf daar even rekenschap van te nemen. Ja. Nou, misschien is wel een goed voorbeeld uit voortgezet onderwijs. We hebben een bibliotheek, een openbare bibliotheek op school, een vrij grote scholengemeenschap. En belangrijk was ook de start weer een gezamenlijke visie op van welke rol vervult nou die bibliotheek binnen het hele onderwijsbeleid. En uiteindelijk zijn we nu zover dat dat ook helemaal opgenomen is in het schoolplan. En sterker nog, de docenten zijn gewoon verplicht om met de bibliotheek samen te werken op bepaalde onderdelen. En die moeten er ook verantwoording over afleggen. En de leerlingen die lessen volgen op het gebied van mediawijsheid of leesbevordering of debatten of debattraining of wat dan ook, die krijgen daar ook punten voor. Dus het is helemaal ingebed in het onderwijsbeleid. En dat is eigenlijk waar je naartoe zou moeten, ook met het basisonderwijs. Ja. Oké. Ik wil even een stapje verder zetten. In de inleiding had ik ook al over van, nou, we zouden het even hebben over van wat is nou netwerken, strategisch netwerken en wat is het nou niet. Nou, daar hebben we wat ervaringen over gehad. Maar we zouden ook even praten over wat is nou een succesvolle netwerker. Hè, dan gaat het niet over het netwerken, maar dan gaat het over jullie, zeg maar, in dit geval. Het gaat eigenlijk om dat je je realiseert, hè, dat je als persoon, dus als netwerker, dat je eigen persoonlijkheid je belangrijkste instrument is. Dus dat je eigenlijk de goede attitude hebt, hè, dat je voldoet aan een aantal positieve persoonlijkheidskenmerken en dat je ook nog wel vaardig bent, hè, dat je ook wel handig bent om op een goede manier te netwerken. Nou, belangrijke persoonlijkheidskenmerken is in ieder geval dat je gewoon open bent, dat je empathisch bent, dat je hulpvaardig bent. Hè. Je moet iets ook van mensen kunnen doen. Ik merk wel, ik kom ook in mijn praktijk wel mensen tegen die ook heel actief zijn met netwerken. Ik zelf overigens niet zo heel veel. Maar die mensen zijn altijd bereid om iets voor je te doen, iets voor je op te zoeken. Ik krijg er een mailtje van, zo van heb je daar wel aan gedacht en zal ik dat even doen enzovoort. En dat op een of andere manier werkt dat toch positief uit, zeg maar. Dus je moet wel een soort houding hebben van dat je iets voor mensen wilt doen. Wat ook belangrijk is, dat je een doorzetter bent. Want daar hadden we het net al even over. Van het is vaak een proces van heel lang, van jaren. En je moet niet denken van, nou, het werkt even niet. Ik zie niet te veel rendement. Ik hou er maar mee op. Ik vind het niet leuk meer, enzovoort. Dus je moet echt wel doorzetten. Je moet er wel, in die zin, ook wel planmatig mee in de weer zijn. Nou, en qua vaardigheden. Nou, vaak is het wel zo dat je je eigen verhaal wel goed kent. En je merkt ook wel dat er mensen zijn die hebben de neiging om hun eigen verhalen keer op keer weer te vertellen. Misschien horen ze zelf graag praten, maar neem er van mij aan dat het een stuk beter is wanneer je luistert, samenvatten, doorvragen, hè, dus bekende LSD, zeg maar. Hè, dat je dus echt belangstelling toont
voor zeg maar, de andere partij. Mensen die horen zichzelf gaan praten en zet mensen gewoon aan het werk wat dat betreft, zou ik zo zeggen. Verder is heel belangrijk je non-verbale communicatie. Hoe zie je eruit? Hoe kleed je? Hoe ruik je? Zit je haar goed? Weet je, al die aspecten waarvan je misschien zou denken van, nou ja, weet je, gewoon, wat maakt het uit? Nou, het maakt heel veel uit. Dus ik weet niet of jullie, zeg maar, als je naar een netwerkbijeenkomst gaat, dat je dat realiseert, maar non-verbaal gedrag, hè, dat is toch 80-85% van de communicatie. En dat werkt of dat werkt niet, zeg maar. Ja. Wat ook wel belangrijk is, dat je sociaal intelligent bent. Dat houdt dus eigenlijk in dat je ook snapt hoe het werkt bij mensen. Dus dat je een soort radar hebt over hoe het in de menselijke verhoudingen aan toe gaat. Dat je ook snapt over of iemand interesse heeft of niet interesse heeft, of iemand afhaakt of niet afhaakt en dat soort zaken. Dus dat je heel erg goed let op allerlei signalen, zeg maar, en dat je daar ook, respect voor hebt. En nakomen van beloftes. Heel vaak is het zo dat je bij een netwerkbijeenkomst dat er wel een afspraak wordt gemaakt in de zin van, ik bel je nog een keer, dat moet je dan ook doen, en bij voorkeur de volgende dag. Want over de week is iedereen dat vergeten. Dus je moet beloftes nakomen en daar moet je gewoon volgens mij heel erg scherp op zijn. En nooit denken van, dat komt er wel een keer. Wat ook belangrijk is, dat je je sociale media gewoon wel goed onderhoudt. En dat je ook wel een beetje vader bent, want we zien gewoon dat daar steeds meer gebruik van wordt gemaakt. En op het moment dat je een beetje computervrees hebt, of je denkt van nou, ik begin daar niet aan al dat soort zaken, dan ben ik bang dat je toch op achterstand komt te staan. En als laatste, wat... Welke sociale media zou je adviseren? Nou, Twitter, LinkedIn, welke zijn er allemaal? Facebook. Heel goed. Ja. En wat ook belangrijk is... Dank je. Het is niet puur om je te bevestigen, maar ik heb veel... Vanuit mijn werk veel bibliotheekdirecteur gesproken en waar ik me met regelmaat aan gestoord heb, is dat er regelmaat directeuren tussen zitten die koketteren met hun gebrek aan computerkennis en die ook zeggen, kijk nou, met zo'n muis, dat weet ik niet allemaal hoor. En ik bel ze dan altijd even terug, of ik zeg dan altijd even, ik vond het een heel leuk gesprek, maar je bent directeur van een openbare bibliotheek, je kunt het niet maken om je te distancieren van dingen die gewoon te maken hebben met je core business. En ook al vind je het niet leuk, of vind je het oppervlakkig of wat dan ook, als je erin verdiept zul je merken dat ook die nieuwe media een enorme entree zijn tot werelden die de diepte bieden, die ook andere bestaande media bieden. En ik vind dat echt ongelooflijk belangrijk. Als je gewoon directeur bent, dan heb je gewoon de verantwoordelijkheid om al die dingen gewoon echt te snappen en te omarmen. Ja, oké. Okay. Ja. Ja? Het heeft echt te maken met wat je zei, die kwestie van vertrouwen als onderdeel van het netwerken. Vertrouwen heeft te maken met professionaliteit. En je wil professioneel overkomen en een professionele organisatie zijn. Dat betekent dat je kennis van de inhoud moet hebben. Maar dat je ook kennis van de moderne media moet hebben. Anders dan komt die basis van vertrouwen ook niet goed op gang. Duidelijk. Ik ben het eens met wat hier gezegd wordt, maar ik vind het veel te eenzijdig. Want vertrouwen komt niet in eerste plaats door professionaliteit, maar door kwetsbaarheid. Vertrouwen komt niet door... Door in zelfvertrouwen kwetsbaar durven opstellen. Ja. Hoe kom je bij die schoolbesturen binnen? Ja. Niet met een gelikte brochure, niet met een gelikt verhaal van kijk eens wat we allemaal kunnen. Met een één-op-één gesprek, gewoon een telefoontje, niet door je secretaresse, maar zelf. Van mag ik een keer langskomen? Kop koffie drinken, ik wil even van gedachten wisselen. Ik worstel echt met een aantal dingen en jij hebt daar vast ook gedachten over. Ik kon er met die wethouder niet uit. Dat is zo'n lastig figuur. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik zit met een dilemma van ik moet 20% bezuinigen, maar ik moet mijn vestigingen ophouden. Dat kan ik niet. Hoe gaan we dat rooien? Echt je strategische dilemma's op tafel leggen. Maar dat betekent eigenlijk het vermogen. Dan nodig je je gesprekspartner uit om in feite datzelfde te doen. En dan ontstaat de verbinding. Ja. Zonder dat je zegt van ik weet het allemaal niet.
Want we hebben, je staat voor je idealen en je staat voor een aantal diensten. Maar je strategische kwetsbaarheid op tafel leggen. En dan kun je ruilen. Dus het gaat eigenlijk om je vermogen om persoonlijk contact te maken. Ja. Daar hebben we het over. En dat moet je ook willen, zeg maar. En dat moet je ook kunnen. Nou. Zijn we zo langzaam maar toe aan de conclusie dat vrouwen er beter in zijn? Ja. Kwetsbaar. Ik resumeer kwetsbaar opstellen. Heel goed. Empathisch vermogen. Luisteren. Ja. Wij haken aan. Nou. Als ze niet lekker ruikt, is volgens mij dodelijk. Maar vertel maar over. Ja. Ja. Ik heb wel een vraag daarover, want dat zal allemaal wel, dat empathisch, en daar zijn we heel goed in. Maar wanneer is die omschakeling naar dat zakelijke dan, zeg maar? Volgens mij gaat dat hand in hand. Ja? Volgens mij gaat dat hand in hand. Want als je alleen maar leuk empathisch bent, maar je hebt niks te melden, dan houdt het ook gauw op. Nee, maar ik hoor net van Erna het eerste verhaal, en daar zijn we nog niet verder op ingegaan. Wat als je opeens over geld begint en de hele deal gaat niet door? Of wat als je een pilot van 2 jaar hebt gehad en er wordt afgehaakt? Weet je, wat is dan het moment? Ja. En weet je, hoe kan je in dat verdienmodel van die ander zitten? Ja. Dat mis ik een beetje nu. Mag ik daar wat op inhaken? Ja. Je vraag was, wat doe ik nou als een deal niet doorgaat, bijvoorbeeld? Dan is er altijd een plan B. In mijn optiek, vanuit de netwerkgedachte en vanuit je relatiegedachte. Want als een plan niet doorgaat omdat je bijvoorbeeld het met elkaar niet eens kunt worden over financiering, is er nog steeds die relatie, omdat jij als bibliotheek nu eenmaal ook een relatie hebt met die school in jouw werkgebied. En dan haal je misschien niet datgene wat je heel graag wilde te bereiken. Maar misschien haal je dat wel over 1 jaar of haal je dat wel over 2 jaar. Want ik ben wel van de lange termijnen. En dan wil dat niet zeggen dat je daar vervolgens diezelfde tijdsinvestering in zou moeten doen, in mijn optiek, die je daarvoor daarin gestopt hebt. Maar het is niet zo dat dan volgens mij een gesprek stopt, maar dat een gesprek overgaat in een soort onderhoudslading. Dat je zegt, weet je, dat kan ik me voorstellen, zullen we elkaar over 1,5 jaar nog eens praten? Ik ben zo benieuwd hoe het dan met jullie gaat. Of mag ik over 1 jaar eens terugkomen? Of misschien is er een directiewisseling. En weet je dat je dan niet meteen alles gaat bereiken, maar dat het over 1 jaar wel het zo is. Dus het gaat ook om, niet alleen voor nu, maar ik ben er wel voor om ook na te denken over wat ik met 5 jaar met een school zou kunnen willen doen. Geeft dat een beetje antwoord op ja, zeker. Nee, het is ook wat ik het moeilijke vind, is dat we altijd heel ver gaan in en maar vragen van wat wilt u en wij draaien. U vraagt, wij draaien en ga maar zo door. Dus ik vind het een heel goed antwoord, want het betekent ook dat je moet durven zeggen van oké, nu is het even de tijd niet en ik kom wel weer terug. En dat vind ik zelf dus persoonlijk heel moeilijk, want je hebt zelf iets wat je wil en als het dan niet lukt, dan ben je soms geneigd om te ver te gaan in het maar door blijven aanbieden. En ik denk dat dat ook een heel goed punt is waar je op een gegeven moment stop moet zeggen tegen jezelf. Ja. En op een onderhoudsniveau. Ja. Dus het is een prima antwoord. Ja. Ja. Ik wil er ook nog wel iets over zeggen. Als je kunt zeggen van, we gaan een spel spelen. Hè? Letterlijk. Hè? Je kunt, of overdrachtelijk maar. Je kunt denken van, weet je wat, ik ga pas een spel spelen als ik van tevoren weet wat ik wil halen en wat ik wil brengen. En daarna stap je de arena binnen. Je kunt ook denken van, ik stap de arena binnen, ik ontmoet andere mensen en vervolgens gaan we met elkaar kijken van wat we kunnen doen en wat we niet kunnen doen. Dus dat je eigenlijk tijdens de wedstrijd gaat onderzoeken van wat kunnen we eigenlijk met elkaar realiseren. He, dat je iets co-creëert, zoals dat tegenwoordig heet. En dan heb je dus niet een soort vooroningenomenheid omtrent datgene wat je nodig hebt van de ander, maar je maakt iets met elkaar. En volgens mij is dat het meest succesvol. En dat je dan in de slipstream gewoon een aantal dingen gewoon mee kunt nemen die je eigenlijk op voorhand eigenlijk al wilde, prima. Maar dan heb je een gemeenschappelijke basis gecreëerd die zowel een inhoudelijk sterke component heeft als een sociale. Ja. Mag ik nog aanvullen met een voorbeeld van dat je
Volgens mij vorig jaar was er een incident tussen een aantal voortgezet onderwijsscholen in Alkmaar, waarbij leerlingen elkaar via Twitter opriepen om te gaan matten. Dus er was een enorme knokpartij tussen een aantal leerlingen. En wij dachten, wij wachten even een maand of twee en dan gaan wij bij die ene school, die stond al in ons lijstje van te bezoeken scholen, gaan wij eens praten. En wij dachten echt, wij komen daar binnen en wij vragen eens hoe dat dan zit met protocollen rondom sociale media. En wij kunnen hen helpen en ze gaan dat met open armen ontvangen. Nou, niets van dat alles. Ik bedoel, dan gaat je empathisch vermogen, daar hoef je echt weinig van te hebben. Want ik liep daar echt tegen een betonnen deur aan. Die school zat nog vol in de rouw en in het ongeloof van hoe heeft dit kunnen gebeuren. En ik zei, wat hebben jullie voor protocol als het gaat om Twitter? Wij verbieden het. Ik dacht, way to go. Maar, weet je, maar daar kom je er dus niet mee. Dus ik zeg, ik denk dat wij gewoon nu met elkaar moeten afspreken. Dat wij over een half jaar of over een jaar nog eens even voorzichtig weer eens met elkaar gaan praten. Of we wel wat voor elkaar zouden kunnen betekenen. Dan moet je ook echt gewoon even denken, het gaat gewoon niet. En dat die school is nog helemaal in zijn eigen proces. En jij hebt daar ook helemaal niks aan bij te dragen. Zij moeten eerst zelf bedenken, wat zouden wij eventueel willen op dat gebied? En dan denken ze met een beetje mazzel nog weer aan je. Dus soms moet je ook gewoon denken, even laten. Even niet. Ja, dit is een tweede voorbeeld van waar we het net ook al over hadden. Van dat je heel goed weet over van wat gebeurt er binnen die groep, hè, waar ik mee te maken heb. Hè, van waar houdt men zich mee bezig? Wat is de mores? Wat zijn welke emoties spelen daar een rol? Wat vinden ze belangrijk? Hoe zit het eigenlijk? Wijzen iemand anders naar het bossenmodel voor die schoolbibliotheek, waar eigenlijk die co-creatie ook aan de basis. Ik zag, ik weet niet of Hans daar überhaupt zin heeft om iets over te vertellen, maar ik weet dat het hele idee waar nu vaak naar verwezen wordt, dat jullie dat eigenlijk tijdens een, was het een borrel of een wat met het onderwijsbestuur hebben verzonnen. En dat is eigenlijk, in Brabant kan dat allemaal, maar volgens mij kan het. Oké, dankjewel. Ja, in Limburg kan dat ook. Heel goed. Ja, lunchen, ja, met witte wijn. Ja, dat klopt wel. Wij zijn op een gegeven moment met een portefeuillehouder van de bovenschoolse directies gaan praten. En dat was op een prachtige locatie onder de bomen, de zon scheen, de konijntjes die huppelden over het grasveld. En dat helpt. Dat helpt ontzettend. En dat leidde er ook toe dat wij toen vervolgens gezamenlijk de gemeente hebben benaderd en met de gemeente zijn gaan praten. En dat helpt ook als je met een kan-en-klare idee bij een wethouder komt, met meerdere partijen, met partners, dan sta je gewoon sterk. Okay. Wat ik wou zeggen is dat ik in het rijtje een beetje mis het woord enthousiasme. Want waar ik scholen mee binnenhaal, is door een heel enthousiast van verhaal te vertellen en heel trots te zijn op wat wij als bibliotheek allemaal kunnen. En ik mis wel eens een keer de trots op de dingen die we als bibliotheek allemaal voor een school kunnen betekenen. Ik word er zenuwachtig van, maar dat hoeft eigenlijk niet. Maar als je je verhaal heel enthousiast vertelt, dat je ze achterlaat met het idee van als we hier niet aan mee gaan doen, dan laten we wel een heleboel liggen. En dat je weggaat, dan blijft natuurlijk nooit altijd alles hangen. Maar ze denken wel, we moeten hier toch echt wel aan mee gaan doen. Ja, je hebt het over een van de vier P's die van belang zijn bij netwerken. Dat is passie en plezier en partners en wat was er meer? En persoonlijk. Prijs. Grappig. En er zijn nog wel meer positief zijn, hè? Dus hè, dat je enorme positiviteit, dat je een positieve kracht, hè? Altijd denken in mogelijkheden en dat je er helemaal voor gaat en dat je mensen gewoon ook wat dat betreft ook een P inpakken. Hè? Zo. Ja, dat klopt. Maar passie is wel belangrijk, ja. Essentieel. Ja, natuurlijk. Wat ik beluister is dat het allemaal op directieniveau gaat. En dat snap ik ook wel. Maar het is denk ik ook heel belangrijk om het hele team daarin mee te nemen. Ja. Wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan. Ik ben van de Zeeuwse Bibliotheek. Van onze prachtige nieuwe Columbus.
Wij zijn ook met scholen gaan praten en met besturen gaan praten en met gemeentes. Maar met scholen hebben wij ook vooral geprobeerd om gelijk met het hele team te gaan praten. Want er kan wel een hele mooie directeur daarboven zitten. Maar als die dat niet ziet zitten en het team ziet het wel zitten... Eigenlijk heb je de directeur een beetje geholpen, zou je kunnen zeggen. Ja, zo kan je het ook zeggen. Ja. Dus ik denk dat we dat ook vooral niet moeten vergeten. Natuurlijk, die directie, daar begint het mee. Ja. Maar ik probeer altijd te vragen als ik op school ga praten van... Ja. Kan ik meteen met het team erbij? Ja. En dat werkt meestal toch ook nog wel, hoor. Ja. Ja. Eigenlijk heb je het nu ook al over dat je... En we hebben het hier over strategisch netwerken. Maar eigenlijk zeg je, strategisch netwerken is mooi. Maar als dan die doorvertaling niet gelijk kan, gemaakt kan worden... of dat men dat zicht daarop niet helder heeft... dan schiet dat niet echt op. Dat hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja. En die directeur, als je daar eerst met die directeur gaat praten... die gaat zijn verhaal weer vertellen aan het team. Maar dan is het niet meer... Je verhaal wat je zelf graag wil vertellen. Verhalen doorvertellen, hè? We weten wel hoe dat werkt. Niet? Ja. En in deze opbouwfase zit er nog het risico in dat, dat de directeuren nu echt even losgaan. Die komen uit de kast en die gaan... Los? Die gaan los. En dan is de deal gemaakt, zeg maar. En dan denken ze, nou jongens, kunnen we weer een stapje terug doen. Dat zou zo kunnen zijn. Terwijl dat kan. Je op al die verschillende niveaus echt duurzaam moet dat contact hebben. Nou ja, in die zin, als die directeur niet veel te vertellen heeft binnen zijn eigen domein, dan loop je dat risico natuurlijk. Ja. Ja. Oké, goed. Ik zit een beetje met de tijd, want ik was heel ambitieus in allerlei dingen om te bespreken, maar er komt niks van terecht, zal ik jullie zeggen. Maar ik wil één belangrijk ding nog wel even noemen. Dat is namelijk ook het methodische en planmatige aspect van netwerken. Ik zei ze net al iets van, ja, misschien moet je zonder plan beginnen. In de zin van, stap maar gewoon de arena in en ga met elkaar iets opbouwen. Maar daarachterliggend is het toch wel belangrijk dat je wel een plan hebt. Dat je dus wel een duidelijk idee hebt van, hoe ga ik dat nou... aanpakken in hoofdlijnen, zeg maar. En ik heb een aantal dingen op flap gezet. Maar een plan, daar zitten een aantal C's in, maar het begint met ik. Ik zei het in het begin al even, van bij het netwerk is het belangrijk dat je realiseert dat jouw ik je belangrijkste instrument is. Je persoonlijkheid is je belangrijkste instrument. Dat betekent eigenlijk ook dat je, ik zeg dat dan maar zo, dat je ook psychologisch schoon moet zijn. Je moet wel redelijk vrij kunnen zijn in de relatie of in de interactie met andere mensen. Op het moment dat je eigenlijk te veel over jezelf hebt, dat je met allerlei oud-zeer zit, met allerlei unfinished business, dat je gewoon een gefrustreerd iemand bent, omdat je al voor de zoveelste keer een blauwtje hebt gelopen. En dat je gewoon denkt van, nou, dit zal ook wel niet lukken. En vervolgens probeer je te overcompenseren enzovoort. Hè. Ik geloof niet dat dat dan een succes wordt. Dus het is wel belangrijk om... jezelf ook wel wat dat betreft goed te kennen. Wat gebeurt er? Oh, niks bijzonders? Oké. Maar dus in die zin, het is ook wel belangrijk dat je een realistisch zelfbeeld hebt en dat je ook wel enig idee hebt wat de effecten zijn van jouw gedrag op andere mensen. Dus ik zou zo zeggen van, toestap maar eens even bij vrienden en bekenden. Want dan weet je ook van waar je valkuilen kunnen liggen in de interactie, in de relatie met andere mensen. Dus het is wel belangrijk om daar wel even bij stil te staan. Verder is het ook wel belangrijk, dat tweede aspect, dat je kennis hebt van je doelgroep. Dus dat je kennis hebt van de mensen waar je iets mee wilt opbouwen. Hebben we al een paar keer over gehad. Dat je snapt over hoe de hazen lopen. Wat de normen zijn, wat de waarden zijn, welke belangen er spelen, welke emoties er spelen. Wat de groepsdynamische aspecten zijn, zeg maar, bij de tegenpartij, andere partij. Welke taal mensen spreken. Wat ook belangrijk is bij je plan, dat je een idee hebt van met welke actoren heb ik nog meer te maken, die eigenlijk misschien wel vergelijkbare dingen willen als ik wil. Dus collega's of concurrenten. Hoe staan die ten opzichte van die doelgroep? Hebben die al een voorsprong? Gaan de mensen daar langer mee om? Is daar al een bondje, zeg maar? Of ben ik de eerste? Waar heb ik dus mee te maken? Dat is ook wel belangrijk. Verder is het belangrijk bij je plan dat je de kanalen die je bewandelt, zeg maar, om relaties te leggen, hoe die kanalen eruit zien en welke kanalen dat ook zijn.
En natuurlijk belangrijk is, je moet een concept hebben. Je moet een beeld hebben van wat heb ik te bieden, wat wil ik realiseren, van welke belangen streef ik naar, welke belangen spelen bij de ander en hoe kan ik daar verbindingen leggen. Vertaling maken naar content. Dat je ook gaat kijken van, en wat zijn dan concrete invullingen daarvan? Wat heb ik concreet in de aanbieding, wat zeg maar recht doet aan die verschillende belangen die er spelen? En daar moet je ook creatief in zijn. Hè? Dus je moet ook een beetje handig zijn. Dan hebben we nog een woord, dat is commodity. Nou, dat is hetzelfde als een soort community. Maar eigenlijk een commodity, dat is een, zeg maar, een soort gemeenschap waar je met elkaar een bepaalde emotie ook deelt. Dus dat je een bepaalde atmosfeer hebt met elkaar, dat je ergens voor wilt gaan. Wat je hier zou kunnen hebben, bij wijze van spreken. Dat je met elkaar gaat voor een bepaald idee en dat je die vibratie ook in die groep voelt. Dus het is ook wel belangrijk om dat of te initiëren of dat ook te herkennen, zeg maar. En als laatste is bij een plan van belang dat je continuïteit inbouwt. Oftewel dat je denkt in weken, maanden, jaren. En dat je een opvolging geeft van datgene wat je met elkaar afspreekt of waar je mee bezig bent. Dus als je een goed plan wilt maken, dan horen deze aspecten er eigenlijk allemaal in te zitten. Doen jullie dat ook al? Wat is er? Dames en heren, we hebben een kleine verrassing voor u. Oh. Nou, dag dames, heren. Goedemiddag. Nou, welkom. Ik had het er al even over met jullie, maar we hebben nou vanmiddag hebben wij een tijdje zitten praten over netwerken, over hoe je dat nou eigenlijk doet. En we hebben het over gemeentes gehad en overheden en schoolbesturen en over directeuren en staffunctionarissen. Maar zo nu en dan vergeet je misschien wel dat je denkt van gaat het eigenlijk over? Hè? Nou, het gaat om hun. We zijn met elkaar allemaal leuke plannen aan het bedenken over wat je allemaal kunt doen om de leeswijsheid en de mediawijsheid bij kinderen te vergroten. Maar misschien is het ook wel handig om eens te horen van over wat die kinderen nou eigenlijk van jullie verwachten. Dus eigenlijk kunnen we misschien even gaan netwerken. Dat we draaien gewoon de rol even om. Hè? Dus dat jullie maar eens even wat vragen stellen aan jullie, kinderen. Over wat jullie nou eigenlijk belangrijk vinden waar het gaat om lezen, bibliotheken, school en al dat soort zaken. Dus ik zou zo zeggen van, wie heeft daar een intelligente vraag over? Eerst denken we even wie ze zijn. Nou, wie zijn jullie? Wie zijn jullie? Waar komen jullie vandaan? Friesland. En welke groep? A. Groep 8. Oké. Wie van jullie is lid van de BIEB? Wow. Hebben jullie een bibliotheek op school? Ja. Met strips. Ja, ook. Heel veel. Maar een klein bakje. Ja, een kleine bakje. Wel klein, maar wel leuk. Wel klein? Ja. Dus heb je alle boeken al een keer gelezen? Nee. Waar ik wel benieuwd naar ben, is wie van jullie leest voor zijn lol? Alleen een stripboek. Ik heb wel eens een keer een dik boek voor 300. Wat zeg je? Ik heb wel eens een boek van meer dan 300 bladzijden. Zo. Ik heb een antwoorden. Wat? Ik haat leesboeken. Ik ook. Strips zijn leuk. Nee, maar dat is een strip. Ze vraagt waarom je niet van leesboeken houdt. Ik vind ze vaak te lang en te saai. En te weinig plaatjes. Ja, dat gaat echt wel hier. Ja, die vind ik wel leuk. Ja, dat is ook goed. Ja, die is
En dat is dan net niet voor de kwaliteit. Ga je ook wel met school, met de hele groep naar de bibliotheek? Ja. De hele school. Eén keer per week. Eén keer per week. Met z'n allen. En ga je... Nou, ons de beurt. Wat ga je dan met doen? Hoe kan ik kiezen? Dat is de bibliotheek van school. In de school. Ja. Ga je wel eens naar de, bibliotheek buiten de school? Ja. Ja, ik wel. Maar, niet met school? Nee. En de bibliotheek op school, gebruiken jullie die vooral als je wel wilt lezen of staan er ook spullen om werkstukken te maken? Allebei. Allebei. Ja. Er zijn meer boeken toch? Wat zou de beste bibliotheek er volgens jullie uitzien? Met heel veel computers. Nou, dat zou ik ook zeggen. En dat wel een beetje groter is dan die van ons. Zoals die van in Den Wouden of zoiets. En... En dat er ook goede boeken zijn. Wat nog meer? Zitzakken. Ja, meer stripboeken. Nou, dat je bijvoorbeeld op computer een boek kunt invoeren en dan zoekt hij dat in de bibliotheek en dan weet je in één keer precies waar het is. Soms vergeet je zeg maar de schrijver wel en dan heb je soms liever dat de boeken op soorten. Dus op een soort van een kast met mijn boeken, een kast met spannende boeken, een kast met detectieve boeken. En een leeshoek zou ook heel leuk zijn, dan kun je meteen een begin maken. Hoeveel nieuwe boeken krijgen jullie van weer? Zou je nog even wat zeggen? Dat de soort boeken een keur hebben. Keur. Niks meer? Heb je dan niet in haar bibliotheek al? Met een nieuwsgierig aagje. En weten jullie ook, is jullie meester of juf? Ik weet niet of jullie meester of juf hebben. Weet jullie ook, zij ook van lezen? Is het vaak dat jullie, hebben jullie ook veel vaak vrij lezen in de klas? Ja. Hoe vaak is dat? Ik denk, ik steek even mijn vinger op, dat deed ik net, want dan weten jullie misschien dat ik ook even iets wil vragen. Ik hoorde jullie zeggen dat jullie heel veel computers in de bibliotheek willen. Maar wat willen jullie dan doen met die computers in de bibliotheek? Nou, als je thuis dan niet mag computeren, dat je dan in de bibliotheek kan computeren. Ik wil hem even beschrijven. En boeken vinden? Bijvoorbeeld als je geen boek in de bibliotheek kan vinden, dat je hem op internet kan lezen. Of dat je, zoals mijn vriend ook al zei, dat je een boek op kan zoeken in de bibliotheek. Op computer zijn we wel vaak aan het gamen. Het gamen? Ik tenminste. Nog handiger zou een Wii zijn. Een PlayStation 2. Maar een Wii. Een serieuze antwoord. En dat het ook wel handig zou zijn dat... ik weet niet meer wat ik zou zeggen. Jij wou niks zeggen. Nee. Geen boetes meer. Dan moet je ze gewoon op tijd inleveren. Ik ben Tjitske van der Velde, ik ben van de bibliotheek en ze zijn geen boetes meer. Maar de schoolbibliotheek, die kinderen, daar krijgen ze geen boete. Maar natuurlijk wel wanneer ze naar de openbare bibliotheek gaan. Dan werkt het systeem zoals het bijna overal werkt. Maar wat de schoolmediatheek betreft, ze ontvangen wel een herinneringskaartje, nog een herinneringskaartje.
En uiteindelijk een nota, gewoon om even te herinneren van het moet nog ingeleverd worden, maar er hoeft niet betaald te worden. Leuk. Ik heb nog een vraag. Maken jullie wel eens een werkstuk op de computer? Ja. Ja? Vertel eens, hoe gaat dat dan? Nou, dan ga je eerst naar de bibliotheek. Nou, en dan zoek je eerst zoek je een onderwerp uit. Nou, en dan ga je naar de bibliotheek. Nou, en dan zoek je daar. Maar soms, bij ons, dan heb je op school dan heb je wel een bibliotheek, maar dan kan je niet precies het onderwerp vinden wat je nodig hebt. En dan zoek je het op internet. Okay. En doe je dat alleen of krijg je dan hulp van iemand uit de bibliotheek of van je lerares, van je juf? Nee, meestal alleen. Okay. Wat zou ik nog willen leren voor dat je op de computer kan gebruiken voor internet? Je gaat een boekverslag doen of zo. En dan kan je het boek gelijk vinden en informatie over het boek. En dat je dat leest en dat je dan kan samenvatten in het boekverslag. Denk ik. Zo. Vind ik handig. Oh, ik had net een idee. Want kijk, die nieuwe iPads, daar kun je nou ook weer daar kun je boeken mee lezen. Dus als je dan een paar iPads en een Wiip hebt, dan kun je dan... Dan kun je daar dus boeken op zoeken. Ja, iReaders, dat kan ook, ja. Ik weet ook niet meer. Hè? Ja, en dan kun je ook boeken oplezen. Ik heb nog een vraag. Mag ik ook wat vragen? Vinden jullie dat er voldoende moderne boeken in de bibliotheek staan? Die gaan over dingen die jullie leuk vinden. Zouden jullie later in de bibliotheek willen werken? Nee. Wat zouden moeten veranderen als jullie echt in de bibliotheek zouden willen werken? Hoe zou de bibliotheek dan moeten zijn? Geen idee. Dat je niet meer heel erg stil hoeft te zijn in de bibliotheek. Iets wat alle kinderen leuk vinden en ook iets voor wat alle grote mensen die graag willen lezen. Maar wat heeft het voor nut als je in de bibliotheek moet lezen, als je thuis ook kan lezen? En daarom moet je altijd in de bibliotheek stil zijn en dan kan je ook thuis lezen. Dan heb je die boeken niet, hè? Toch handig, hè? Ja. Zijn er meer vragen? Ik heb nog even een vraag. Ja. Hebben jullie een mobiele telefoon? Ja. Steek eens je vinger op. Wie heeft er eentje? Wie krijgt er? Heb je ook een... En doe maar heel even de handen omlaag. En een mobiele telefoon met internet erop. Wie heeft die? Ja, die krijg ik. En als je die hebt, waar gebruik je dat dan voor? Bellen. Hives. En mag dat op school? Nee. Nee? Nee. We hebben het nou alsmaar over lezen, hè? Maar hoeveel tijd besteden jullie aan luisteren? En zijn er cd'tjes in de bibliotheek? Nee. Oh, vind je dat jammer? Oh. Maar luister je dan wel op internet? Hoeveel tijd besteed je nou aan het luisteren naar muziek al dan niet op internet? Veel, dus. 2 uur. Oké, okay, bedankt. Zijn er nog vragen? Ja, achter in de zaal. Ik hoor hier net iemand zeggen, geef iedereen een iPad en je hoeft niet meer naar de bibliotheek. Nou vraag ik me af, als jullie allemaal een iPad krijgen, ga je dan nog naar de bibliotheek? En zo ja, waarom dan? Boeken zijn toch iets leuker dan op een computerschermpje lezen. En... Wel. Ik vind het makkelijker om een boek te lezen dan van een computerscherm af te lezen. Het gaat wat makkelijker om het te lezen.
Nou ja, eigenlijk is het zo, mijn internet, dat is eigenlijk, ja, dan heb je niet zo heel erg veel, ja, dan begrijp je het ook niet zo goed. Want als je echt in een boek leest, dan heb je vaak ook echt de voorkant gelezen en dan weet je ook, en dan weet je ook meteen een beetje waar het over gaat. Oh, maar eigenlijk is het ook niet leuk dat je op de computer moet lezen. Want stel omdat je niet zo snel een computer hebt, dan kan je het ook niet goed lezen. iPads zijn wel snel. Die, okay. Benekken, die zijn ook altijd niet. Maar die denk best snel. Kijk je. Is dit nou leuker dan een stripmuseum? Ja. Oh, goed zo. Super. Leuke zelfs. Nou proberen we heel goed naar jullie te luisteren. En wij zijn van de bibliotheek. Als jullie nou ons iets tegen ons mochten vertellen. Wat wij vergeten. Of waarvan jullie denken, dat moeten ze echt, echt weten. Want dat hebben ze nu niet. Of dat willen ze nu niet. Ik zie in ieder geval één vink. Ik ben zo benieuwd wat jullie ons dan zouden... De bibliotheek niet sluiten. Want bij ons wordt hij gesloten en dan moet ik 15 kilometer fietsen. Iedereen zegt wel altijd dat je meer moet lezen, maar nu kan het dan niet, omdat de bibliotheek wordt gesloten. Ja, maar als dat dan toch zo is, wat kunnen we nou doen als die nu toch dicht is? Met tablet. Ja, dat zie jij, kijk. Ja. Een nieuwe openen. Een actie houden zodat hij open blijft. Eén dichter bij school plaatsen. Zijn jullie als jullie door, bibliotheek dan gesloten wordt en we brengen de boeken naar jullie school toe, ook die jullie nog niet op de school hebben, hoe zouden jullie dat vinden? Ze komen de boeken brengen. Het is toch wel leuker als je een boek uitzoekt, want dan zie je altijd nog wel een andere leuk boek. Zijn jullie meer gaan lezen sinds je een bibliotheek op school hebt? Ja. Gezien de tijd trouwens. Vertel maar. Wil iemand van jullie nog iets zeggen? Oké. Okay. Nou goed. Nou heel erg bedankt dat jullie hier hebben willen komen. En ik denk dat... Nog even een afrondend iets. Het is ook 3 uur geweest. Ik denk dat het ook direct tijd is voor een volgend programma, heb ik begrepen. Idris? Ja, ja. Ik stel voor, nou, we hebben vanmiddag wat gesproken over netwerken, do's en don'ts, wat ervaringen uit de praktijk. We hebben met kinderen gesproken over hoe die eigenlijk tegen een aantal zaken aankijkt. En ik heb het zo net al gezegd van de inhoud van deze masterclass, die hebben we op papier. En we zullen ervoor zorgen dat jullie die thuis krijgen, inclusief ook dat plan. En we maken een film hiervan. Waarschijnlijk al opgevallen. En die komt ook ter beschikking. Dus al deze gesprekken die... Die kunnen we dan een keer naluisteren. Er is nog een brochure. Dat is misschien ook wel leuk om... misschien hebben jullie die al. Werken aan netwerken. Er is nog een leuk boek overigens. Dat heet De Netwerkbijbel. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar allerlei aspecten die we hier behandeld hebben, die staan daar te uit en te na in beschreven. Kost me €29,90. Dus dat zal het niet zijn. Maar het is echt een heel praktisch werkboek. Waar je prima mee aan de slag kan. Nee, het is niet mijn eigen boek. Nee. Oké.
Nou, bedankt voor... Ja. Ik wil Siebe bedanken voor zijn bijdrage aan deze masterclass. En jullie allemaal. En Thijs, Erna, Erno en Chris en Jacqueline die naar een uitreiking van een nieuw boekje moest. Wil ik extra bedanken voor hun medewerking aan deze masterclass. Willen jullie verder praten over de inhoud van de bibliotheek op school als project? Dan ben je van harte welkom in de stand. En we hebben een briefing gehad en daar stond bovenin dat we aardig moesten zijn tegen onze mensen die in onze stand kwamen. Dus dat zullen wij ook doen. Ja, nee, dat is echt, gaat helemaal goed komen. En daar kunnen we jullie ook nog veel meer vertellen over de inhoud van het plan en hoe we dat verder gaan uitwerken. En ik wens iedereen verder een hele goede Bibliotheek Tweedaagse toe. Bedankt. Yeah.